Hallo iedereen en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik een heel leuke ruilsamenwerking inpakken. Want iemand vroeg of ik nog eens een bestelling wil inpakken in een video. Hier komt even in beeld. En dat wil ik dus zeker doen, met heel veel plezier zelfs. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en laten we maar heel snel beginnen. Het is een ruilsamenwerking die ik met Lisa heb gedaan, mijn allerbeste vriendin. Als je regelmatig mijn video's kijkt, dan weet je wel wie dat is. En binnenkort komt er dan ook een vlog samen met ons online. Want normaal komt ze morgen naar mij. En dan ga ik ook onze ruilsamenwerking unboxen. Maar wanneer deze video online komt, hebben die ruilsamenwerking wel al unboxed en is er langs geweest. Maar wat er allemaal in die ruilsamenwerking zit, er komt dan nu een foto van in beeld. Want dat ligt hier zo naast mij op mijn bed. Maar het is een beetje rommelig om te laten zien. Dus als eerste ga ik het ruilsamenwerkingsgedeelte zelf inpakken. En daar ga ik ook nog een leuk extraatje bij doen, want we doen er ook altijd een extraatje bij van een bepaald bedrag. Maar dus als eerste ga ik het inpakken. Ik gebruik dit voorzichtige zakje. En als eerste ga ik hier mijn visitekaartje in doen. Dat is echt super leuk. Die zie je ook hierin. En dan hetgeen wat ze had besteld. Als eerste heeft ze 10 oorbelhoeps besteld. Ik zeg nu gewoon besteld, maar ze heeft het niet echt besteld. Want ze moest er niet voor betalen, want het is een ruilsamenwerking. Dus ik ga die oorbelhoeps hier heel leuk in doen. Zo. Dan heeft ook 52 pareltjes besteld. Ze zijn super leuk. Als je wat leuk ziet, kan je me altijd een DM sturen via Instagram. Komt hier in beeld of via mijn website kan je ook iets bestellen. En als je dus een stash wil, moet je me ook even een DM sturen. Want niet alles staat op mijn site wat ik koop van onderdelen. Dan heeft ze 10 schattige polymeerkralen besteld. Bloempolymeerkralen. En hier heb ik ook 5 schattige fruitpolymeerkralen die ze besteld heeft. Als voorlaatste 10 verlengstukjes. En dan als laatste buigringetjes. Dus dit is wat ze besteld heeft. En ik doe er ook nog altijd confetti bij. Dus ik kan nu even mijn confetti halen. Oké, ik heb heel een leuke confetti erbij genomen. Dit is een heel leuke, schattige blauwe met roze confetti. Dus dan doe ik altijd lekker veel confetti bij, want dat is zo leuk. Zo, voilà. Er zit hier wat confetti in. Zo. En dan haal ik het plakstripje eraf. En dan kunnen we het dicht gaan plakken. Oké, dit is dichtgeplakt. Dan doen we er nu een hele schattige sticker op. Deze thank you stickers erop doen. Deze heel schattige. En alle kleurtjes. Die plakken erop. En dan is het ingepakt. Dan ga ik nu het extraatje inpakken. En dan als extraatje ga ik haar dit heel schattige bakje geven met deze parels. Want ze zoekt nog een bakje en parels vindt ze altijd heel leuk. Dus ik denk dat ik de parels gewoon in het bakje ga doen, want het is lekker handig. Zo, voilà. En dan heb ik hier een heel leuk vloeipapiertje. En daar ga ik het bakje in rollen. Het is moeilijk om een beeld over te brengen, maar dus zo ziet dat vloeipapiertje eruit. En hier zit het bakje in. Zo, voilà. En dan ga ik hier een grote sticker op plakken. Ik zei net dat ik er een grote sticker op ga plakken, maar ik ga er 2 kleintjes op plakken. Namelijk deze hele schattige thank you stickers. En dan deze gouden hartjes stickers. Ze zijn zo schattig. Dus die ga ik er nu even op plakken. En dan hopen dat het niet loskomt. Zo, voilà. En dan neem ik deze hele leuke doos. Ik heb er al wel confetti in gedaan, zoals je kan zien. Maar er komt zelfs nog meer confetti bij en ook nog andere impactversiersels. Dus als eerste doe ik dit bakje hierin. En dan haar bestelling. En dan ga ik nu confetti erbij halen. Ik heb heel veel confetti erbij gehaald en die ga ik nu in de doos doen. Zo. Dus dan zit er ook weer heel wat leuke confetti bij. En voor de mensen die me super goed kennen, weten ook dat ik heel vaak bezig ben met positiviteit. Want ik vind het super belangrijk om heel veel positiviteit uit te stralen. Dit is mijn mindaccount trouwens. Daarom heb ik ook heel veel positieve kaartjes gemaakt. Of ja, kaartjes met een heel leuke positieve tekst.
Want dit kan sommige mensen heel goed helpen of maakt heel veel mensen blij. En bij elke bestelling komt dan ook zo'n kaartje bij. Dus ik ga nu een willekeurig kaartje eruit halen. Namelijk dit kaartje. Ik heb ook bij de bestelling van Lise. Want ik vind het super leuk om positiviteit uit te stralen. En dan doe ik ook nog wat van deze frutsels erbij. Zodat de doos toch nog wat opgevuld is. Oké, tada! De bestelling is helemaal af. Er komt nu een foto en beeld van hoe de bestelling eruit ziet. Want anders gaat dat helemaal door elkaar gaan. En heb ik liever niet. Dus dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!